Jullie zien natuurlijk alleen maar alle acteurs, maar ik heb nog heel veel lieve andere collega's die achter de schermen werken. Ga ik jullie even aan voorstellen. En voor Roy doet make-up, maakt iedereen mooi en zonder pukkels. En hier hebben we Martin Schwab, regisseert. Edwin Bakker doet ons licht. Meike Schreuder en Charlotte Chocola. Nee, zo heet ze niet. Hoe heet je van je achternaam, Lot? Lotje en Charlie. Charlie maakt onze set mooi, dus zij zorgt eigenlijk voor alle spulletjes. Dit is George, doet geluid. Thijs is ook van het licht. Zoveel mensen. En nu moeten we stil zijn. Oké. Laten we een... Hier zijn ze een scène aan het opnemen. Daar zie je nog een jongen van het geluid met de grote hemel. Andere acteurs. En daar zit onze cameraman. Yves, onze opnameleider, onze focuspoeler rechts naast de cameraman. Alleen voor de kijkers links. Kom, we gaan snel verder. Als je dan niet draait, kijk uit, grote buis. Ja. Dan word je ook wel van zo'n set weggestuurd. Omdat je vooral geen geluid mag maken. Ik neem jullie dan nu even mee naar de make-up. Hier is een soort... koffiecorner, maar die hebben we eigenlijk nog nooit in beeld gezien. Dat zou dan de koffiecorner van het politiebureau moeten zijn. Maar drukke agenten hebben natuurlijk nooit tijd om koffie te drinken. Hier is een beetje het hok van het art department. Hier maken zij hun spulletjes. Hier staat er al iets klaar voor scènes die we morgen gaan draaien. Met foto's van de acteurs, van tijdslijnen en zo. Nou ja, daar ga ik morgen dan allemaal dingen over moeten zeggen. Dit is een beetje kruip door, sluip door. Zo. Daar zijn we namelijk in ons lunchgedeelte. En je denkt, die houten bankjes zitten niet lekker. Maar wij krijgen zulk lekker eten van Chef For You, de catering. Die buiten staan met hun bus. Dat wij die houten bankjes op de koop toenemen. Ah, en hier is het gezellig. Nee, hier is de make-up. Dus iedere ochtend om 7:15... 7:15, dames en heren, is dit mijn plek. En dan gaat Lida mij opmaken. Maar Lida is er helemaal niet nu. Die is al wat eerder naar huis gegaan. En hier staan haar spulletjes, de spulletjes van Roy. En dan wordt mijn Eva van Dongen gezicht erop gezet. Gezicht, staart. En dan kan ik er weer tegenaan. Wat? Jasper is onze assistent opnameleider. Die zit mij de hele dag achter mijn broek aan. Tot op de wc komt hij me halen. En vertellen dat het nog een kwartier is of 5 minuutjes. Hè? Wil je nog de groetjes doen aan de mensen thuis? Hier is ons kledingdepartement. Daar staat de liefste kleedster van heel Nederland. Gwendolyn Nicole. En ze staat in een donker hoekje. Zal ik mijn kleertjes even laten zien, Gwen? Ja. Wat is van mij? Ja, dit hè, tot hier. Tot. Oh, dat valt eigenlijk mee. Ja. Allemaal bloesjes, jasjes, shirtjes, veel spijkerbroeken. Ja, en hier vind ik een motorpak, dat doe ik niet meer aan. Dit is Victor. Zo zie je, zelfs op het kledingrek zijn wij aan elkaar gebonden. Nou, ja, dat was het eigenlijk. Onze studio, zoals we hier in Amsterdam draaien. En, oh, dan verklap ik iets. Want we doen dus net alsof dit dan Maastricht is, zeg maar. Maar eigenlijk zijn we in Amsterdam. Verwarrend.